Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben laatst bezig shoppen met Nathalie in Utrecht en ik heb daar een aantal leuke dingen gekocht. Dus ik dacht het is wel leuk om daar een shoplog van op te nemen. We zijn bij diverse winkels geweest, dus ik ga je gewoon laten zien wat ik in Utrecht zoal heb geshopt. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd weer in beeld te zien zijn. En dan ga ik beginnen met het allereerste item. En ik hoop dat ik dat goed kan laten zien. Want dat is deze bedel. Het is een koffiebeker. Die heb ik gekocht bij de Pandora shop. Die wilde ik eigenlijk toen al heel graag hebben. En die heb ik dus nu gekocht in Utrecht. Ik zal nog eventjes het plaatje boven het beeld neerzetten. Zodat je hem even heel goed kan zien. Toen de tijd was hij er niet toen ik hem wilde hebben. Omdat hij eigenlijk ook niet meedeed met de actie. En het was net moederdag geweest en nu hadden ze hem. Dus nu heb ik hem gekocht. Dus daar ben ik wel super blij mee. Even kijken hoor. Dan heb ik ook een aantal dingetjes gekocht bij de Action. En ik heb allereerst een doosje met cleansing wc tabs, cleaning wc tabs. Niet heel spannend, maar die van mij waren op en ik had ze weer nodig. En ik kocht ze eigenlijk altijd bij de Lidl, maar die hebben ze niet meer. Gelukkig had Action ze nog wel. Dus dat zijn van die wc tabs die je gewoon in je wc kan doen. En dat kan je lekker laten oplossen. Dat vind ik altijd wel heel fijn. Twee pakjes met maandverband gekocht. Nou, heeft verder geen uitleg nodig. Heb je gewoon nodig als vrouw zijnde. Dan heb ik een setje met magnetic eyeliner en eyelashes gekocht. Ik was hier al een tijdje heel benieuwd naar. En elke keer als ik bij de Action kwam, hadden ze ze niet. En nu lagen ze er weer. Dus ik ben heel erg benieuwd. Je kunt dit dus gebruiken zonder lijm. Het leek me wel leuk om hier ook een losse video over op te nemen. Om te kijken of dat dit echt werkt. Ik heb zelf ook nog geen idee. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Dus hier zal nog een losse video van online komen. Dan heb ik een heel erg schattig poesje gekocht met licht erin. Ik vond dit wel leuk. Nathalie kwam ze tegen en zei, oh, dit is eigenlijk echt wel wat voor jou. Deze gaat een heel leuk plekje krijgen. Want dit vond ik wel heel leuk. Want ja, katten en ik zijn gewoon echt de beste combinatie. Hij heeft dus allemaal verschillende kleurtjes, maar die zul je nu niet zo heel goed zien. Maar als het donker is, zie je dat dus wel heel goed. Kijk hoor, of dat dit alles was, volgens mij wel. Het laatste wat ik heb gekocht bij de Action, dat is een figuurpons. Ik had hier een leuk idee bij en daar had ik een ponsje voor nodig. En elke keer als ik bij de Action kwam, vergat ik het. En nu zei ik tegen Nathalie, ja, ik wil heel graag een pons hebben. Dus die vond ze al meteen. Ik heb het hartje gekozen, die vond ik op dat moment het leukste. Dus hier ga ik een hele leuke, een leuk idee heb ik daarmee, maar dat zal ik nog gaan uitvoeren in een van mijn vlogs. Je had trouwens deze allemaal, deze figuurtjes allemaal. Dus wel, ja, super leuk dat ik hem nu eindelijk heb. Dan kocht ik bij Lucardi de After Piercing Solution. Dat is deze. Dit is een flesje met vloeistof wat speciaal voor je piercing is. Ja, ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik moest gebruiken. Ik zei, ik gebruik altijd Sterilon, maar dat blijkt helemaal niet zo goed zijn. Toen zei Nathalie, ja, maar je kunt dat spul wel kopen bij Lucardi. Toen heb ik dit bij Lucardi gekocht en daar doe ik dus gewoon trouw mijn piercing mee schoonmaken. In combinatie met een beetje desinfecterende zeep. Dus dat is heel fijn, dus die had ik ook nog gekocht. Dan heb ik een item gekocht bij de HEMA en dat is een mok. Ik wilde deze al heel lang hebben, maar elke keer hadden ze hem niet. En dat is deze mok met de letter A. Ja, ik hou heel erg van als ik mijn koffie drink of mijn chocomel, vind ik het heerlijk uit een mok. En ik vond deze gewoon super leuk. Dus ik heb deze in een A'tje gekocht, want die wilde ik al heel lang hebben. En daar bij de HEMA hadden ze hem wel. Het is dan toch een wat grotere HEMA, dus dat is dan wel leuk. Dan heb ik een magneetje gekocht. Ik spaar sinds een tijd magneten. Ik vind het leuk om bij elke plek waar ik vandaan kom een magneet mee te nemen. Ik heb dus deze magneet gekocht.
De Domtoren staat erop en ook Utrecht. Ik vond hem heel leuk. Je had best wel veel verschillende, maar ik vond deze het leukste die ze hadden. Ook omdat Utrecht er echt in staat en dan die Domtoren. Helaas, toen wij in Utrecht waren, was de Domtoren nog steeds in de stijgers. Maar ik vond hem wel gewoon superleuk om te hebben. Dus die gaat hier mooi op mijn bord. Dan heb ik bij de Ethos een setje met de huid, haar en nagelpillen gekocht. Die gaan er best wel hard doorheen. Dus we waren daar nu toch. Ik dacht, nou, dan neem ik die gelijk eventjes weer mee. Dus niet heel spannend, maar die heb ik ook eventjes gekocht dus. Dan heb ik een game gekocht. En ik heb de game GTA, de Trilogy, gekocht. De Trilogy. Dit is voor de Nintendo Switch. Het is een 18+ game. Hier zit het kaartje in. Ik vond het altijd heel leuk om GTA te spelen. Ik heb in het verleden wel eens GTA 5 gespeeld op een PlayStation. Maar ja, die heb ik niet. En nu kwam GTA is uitgekomen voor de Switch. Ik vond het eerst een beetje spannend, want er zouden nogal veel bugs in zitten. Maar uiteindelijk heb ik ze nog niet gemerkt, de bugs. Ik vind het een heel leuk spel. Bij de Trilogy krijg je 3 games. Je hebt dus GTA 3, GTA Vice City en GTA San Andreas. En je moet gewoon opdrachten doen. Het is soms nog best wel moeilijk. Maar ik ben er wel heel blij mee met deze game. Want ik vind hem echt super leuk. Dus die heb ik ook mooi gelijk gekocht. En dan heb ik wat spullen van de Primark. Die ga ik er even uithalen. Want het leuke is, de hele kast is gescherpt. Dus ik ga alles eventjes eruit gooien. De kleding zal ik verder aantrekken. Er zit ook ondergoed bij, dat trek ik niet aan. Het is nou wel een beetje een hemdje hier, dus dat is een beetje lastig. Oké. Allereerst heb ik deze thermosfles gekocht. Ik wilde al een tijdje een thermosfles hebben, omdat ik merk dat ik de laatste tijd als ik wegga best wel veel drinken meeneem. Alleen het probleem is dat je je drinken niet koud houdt met het hele warme weer. Deze fles houdt je drinken 12 uur warm en 24 uur koud. Hij is BPA vrij en er staan de Powerpuff Girls op. Ze hadden best wel verschillende, maar Nathalie zei deze is echt op jouw lijf geschreven. Dus gewoon met zo'n draaiding en dan kun je er gewoon zo lekker uit drinken. Dus ik zei, oh ja, ik ben echt wel op zoek naar zo'n fles en ik zat te twijfelen. Toen heb ik het eigenlijk gewoon gedaan. Nathalie is zelfs ook nog teruggegaan om er eentje te halen. Dus ik heb nu een thermosfles waar mijn drinken lekker koud in blijft en eventueel ook warm. Dan heb ik een setje met ondergoed gekocht. Ja, nooit zo heel spannend, maar ik vind de setjes van de Primark gewoon super fijn. Dus die heb ik gewoon gekocht. Ik zal hem een beetje draaien, want hij hangt lekker. Dit is eigenlijk gewoon een heel basic setje, een BH met een broekje. Ik vind de setjes van Primark gewoon heel fijn, dus die heb ik mooi gekocht. Ik heb er al vaak ondergoed van gehad en dat is dikke prima. Dan heb ik een heel leuk t-shirt en deze is van de Looney Tunes. En deze is van Tweety. Ik heb een maatje S. Ik vind de shirts van de Primark super leuk. Ik vind ook, dit zijn tijdloze dingen, weet je wat. Looney Tunes, Disney, het kan voor alle maten. Ze maken ze niet voor Jan Doedel met voor volwassenen. Ik vind hem wel heel leuk. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe die staat. Maar ja, ik vond Tweety wel leuk. Je had ook wel met Bugs Bunny en zo, maar dan vond ik de afbeelding gewoon niet zo leuk. En deze met Tweety vond ik wel heel erg leuk. Het t-shirt zit eigenlijk gewoon heel mooi. Hij zit heel goed voor een S'je. Ik vind de printer zo ook heel erg leuk opstaan. En hij is van katoen, dus dat zit ook nog gewoon super lekker. Dus ik vind het kleurtje gewoon leuk. En ik ben er heel erg blij mee, want hij zit dus echt heerlijk. Dan heb ik... Kijken waar die andere ligt hoor. Ja, hier. Ik heb even 2 t-shirt BH's meegenomen. Die heb ik al vaak gehad bij de Primark en die vind ik gewoon heel fijn. Ik heb tot nu toe een zwarte en een witte. Dus ik heb nu even 2 andere kleurtjes meegenomen. Dus dat is deze. En ik heb hem ook in deze kleur. Het zijn gewoon echt hele fijne, fijne BH's ook. En die kunnen gewoon dus heel makkelijk onder een t-shirt. Dus eventjes 2 kleurtjes erbij. Dikke prima.
Dan heb ik een heel leuk hemdje. Ik heb hem in een S'je meegenomen. Ik vraag me af of die een beetje lang gaat vallen. Ik vond het wel een leuk topje. Je had hem in verschillende kleuren. Ik heb een roze gekozen. En ik vind dit, zeg maar, dit gedeelte vond ik wel heel leuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat staan. Kan natuurlijk ook gewoon prima onder een vestje of zo. Ook als we straks de herfst ingaan, kan het ook nog prima. Dus die vond ik ook wel heel leuk. Heeft een beetje een ripstofje eigenlijk. Het hemdje zit eigenlijk heel erg mooi. Ik vind ook dat het de opening heel netjes zit aan de voorkant. Waardoor je eigenlijk niks ziet, maar wel gewoon een heel leuk effect creëert. Zij, het is wel een beetje een wat korter hemdje, dus... Ja, ik zou het zelf wel iets langer zonder aandoen. Dan heb ik een bandje gekocht voor mijn Apple Watch. En deze vond ik heel leuk. Want dit is van Mickey Mouse. En ik heb al vaker een bandje gehad van de Primark. En die vond ik echt super fijn. Dus deze heb ik gekocht met Mickey Mouse. Ik ben wel heel benieuwd hoe die gaat staan. Er staat eigenlijk gewoon Mickey op. Zwart met wit. Ik vond hem wel heel erg leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hij is voor de Apple Watch... 38, 40 en 41 mm. Dus ja, hier ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe die om mijn Apple Watch gaat staan. Ik heb voornamelijk eigenlijk de zwarte eromheen. Maar het is wel leuk om te wisselen. Ik vind deze bandjes persoonlijk wel het fijnste, dat siliconen. Omdat, ja, het werkt gewoon net het beste. Kijk hoor. Dan heb ik nog een AirPods setje of een AirPods doosje gekocht. Dit is een doosje die is vrij zacht. Volgens Nathie was die heel goed en er zit ook een koordje aan. Ik vond hem wel heel erg leuk. Ik zat hier echt te twijfelen. Uiteindelijk heb ik hem toch gekocht. Het is wel een heel leuk doosje met voor mijn AirPods. En dan heb ik dit vestje gekocht bij de Primark. En dat is deze. Ik vond hem zelf heel leuk. Het is een leuk vestje. Gewoon straks ook voor de koudere maanden. Je kunt hem gewoon zo vaststrikken, zeg maar, met touwtjes. Ik vond hem wel heel leuk. Hij was in de sale. Ik weet niet wat de originele prijs was. Hij was eerst 10 euro. Maar ik vond hem zelf ook wel super leuk. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Het vestje zit ook echt heel leuk. Hij zit mooi bij de mouwen. Mooi lang. Je kunt hem lekker strikken. En ik vind hem eigenlijk wel heel leuk zitten. Ook gewoon lekker met een t-shirt of een hemdje eronder. Kan die dus prima. Ik denk wel dat ik daar heel veel plezier van ga hebben deze herfst/winter. En het laatste. Ik heb dus een piercing laten zetten. Daar kan ik even nog een plaatje van in beeld neerzetten. Die zit dus in mijn oor. Ik heb mijn outertragers laten zetten. Dus dat heb ik eigenlijk ook nog gekocht in Utrecht. Maar dat kan ik verder niet echt laten zien. Ik ben in ieder geval heel erg blij met de aankoopjes van alles. En ik kan het nu weer lekker gaan gebruiken. Dat is ook altijd wel heel erg fijn. Ik ben wel benieuwd wat jij het leukste item vond. Wat ik heb gekocht bij deze shoptrip in Utrecht. Laat het zeker even weten bij de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een rode button. En daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je de melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!